De automotive wordt steeds duurzamer. Maar wat is hierin een opvallende trend? Stichting Vakgarage laat het ons zien. In de automotive is er niet één trend die gerelateerd is aan duurzaamheid, maar de meest opvallende trend is natuurlijk de trend van elektrificatie. Elektrische auto's zijn keihard bezig met een opmars, waar dat eerst alleen maar op zakelijk gebied door overheidssteunmaatregelen voor de zakelijke klant interessant was, zie je nu ook dat mondjesmaat ook particulieren beginnen te kiezen voor elektrische auto's. En dat is natuurlijk ook gewoon voorsorteren op de toekomst. Want de overheid heeft nou eenmaal bepaald dat vanaf 2030 er alleen nog maar elektrische auto's nieuw verkocht mogen worden. Wat wij bij Vakgarage vooral doen om in te spelen op de trend van elektrificatie, is zorgen dat de monteurs die werkzaam zijn in de werkplaatsen de juiste opleidingen krijgen om te mogen werken aan elektrische auto's. Daarnaast zorgen we ook dat de juiste data aanwezig is in de autobedrijven, zodat de automonteurs ook de data beschikbaar hebben om zo'n auto te updaten. Want in zo'n auto zit natuurlijk veel meer softwaresturing dan in de reguliere auto's. En we zorgen dat de juiste gereedschappen en materialen aanwezig zijn. Naast het technische aspect zijn we ook direct aan de gang gegaan met het commerciële aspect. Het is logisch dat er in het netwerk steeds vaker ook gebruikte elektrische auto's verkocht gaan worden. Voor de klant is het belangrijk dat ze daarover op een goede manier geïnformeerd worden, maar ook over de zaken die daarbij komen kijken. Zoals bijvoorbeeld een laadpaal die ze thuis nodig hebben. De aanschaf van die paal en alles wat er nodig is om die paal thuis aan te sluiten, kan voor de klant gefaciliteerd worden vanuit ons netwerk.